video. Vandaag heb ik echt een super leuke video. Een boodschappenshopvlog met allemaal gezonde boodschappen. En de boodschappen die ik het meest eet. En wat ik het lekkerst vind om te eten. Ook wat laag in calorieën is. En wat iets minder gezond is. Maar alles wat ik eet gedurende mijn afvalweken, zeg maar. Vind je het een leuke video? Doe dan alvast een dikke vette duim omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dat doe je door hier of hier te klikken. Het belletje mee te nemen. Want ja jongens, neem een belletje mee. Want dinsdag komt mijn voedingsschema online. Hij is eindelijk bijna af. Ik had verteld dat ik vandaag in de video meer daarover zou vertellen. Dus hij is dinsdag af. Meteen wanneer mijn vlog dus online komt. Kan je het bestellen via mijn website. De rest zal ik dan onder in de bio linken. Maar dat is dan voor volgende week. Yes. Laten we beginnen met deze boodschappenshopvlog. Als eerst, voor degenen die me al langer volgen, weten dat ik dit echt mega freaking delicious vind. Hier een hele zooi liggen allemaal met allemaal spullen, dus bear with me. Deze dingen. Ik heb hier zoveel vraag naar gehad over mijn proteïnereep, want in mijn Instagram story ja, zijn ze zo'n 180 keer duizend voorbij gekomen. Addicted. Beetje. Eén zo'n reepje bevat 10 gram eiwitten, waar ik echt super blij mee ben. Want tegenwoordig denken ze dat ze overal maar eiwitten, proteïne op kunnen kwakken. En dan kijk je en dan zit er maar 2 gram in of 5 gram in op 100 gram. Dus dat is echt heel weinig. Dus zet dan geen proteïne erop. Maar ja, that's my opinion. 135 calorieën per reep. Ik ben hier echt mega addicted. Ik vind deze echt lekker. Gewoon bij mijn ontbijt, bij mijn lunch, avondeten, avondsnack. I don't care. Addicted. Hij is iets van 4 euro nog wat. Ik heb het ervoor over. Door. Ik eet altijd volkoren. Dus volkoren brood en volkoren bolletjes. En dit zijn de volkoren bolletjes van de Albert Heijn. Ik vind deze echt super lekker. Ze hebben 110 calorieën per bol. Dus dat valt wel mee. In het weekend eet ik dit heel vaak met omelet of met iets anders erop. Super lekker. Wat ook lekker is op een bolletje. Is die van Optimal. Dit is volgens mij net nieuw, want ik ken het nog niet zo heel lang. En deze is paprika komkommer. Per portie, ongeveer 30 gram, zit hier 11 calorieën in. Echt niet veel en hij is lekker fris. Wat ook lekker is, is om dit met brie en rucola op je bolletje te doen. Dan heb je echt een volwaardig sandwich schoongemaakt voor jezelf. Lekker. Lakka lakka. Ik ben zo hyper. Even kijken wat mijn Fitwatch. Ja, ik zit op de 103 met mijn hartslag. Dus ik ben aan het verbranden terwijl ik aan het filmen ben. Oké, we gaan door. I love this one. Hij is 100% vegan en hij is van de Remia. Mayolijn heet hij. 55% minder vet dan gewone mayonaise. Hier maak ik echt alles mee. Per 15 ml 48 calorieën. Dus dit vind ik echt een toppertje. Mayolijn. Toen ik echt helemaal vegan was, had ik dan mayonaise en toen was deze er nog niet. En toen waren de mayonaise echt dat je dacht van, wat is dit? Het zag ook er een beetje groenig uit. Het was echt niet lekker. Super, super, super duper mayonaise gekomen. Rucola. Dit vind ik ook lekker. Dit doe ik in salades, op brood. Wanneer ik een hartig broodje maak, doe ik altijd salade en tomaten bij. Waarom doe ik dat? Omdat het heel weinig calorieën heeft en het vult lekker. Dan heb je toch nog wel echt een lekker dik broodje. Dus bijvoorbeeld als ik een broodje kaas doe, doe ik vaak rucola erbij, mossen erbij, tomaten erbij. Soms nog augurkjes erbij. Maar dan heb je echt een lekker dik broodje. Het gevoel hebt dat je dan vol zit. That's me! Zonder turen. Ik hou van deze peer- en appelstroop. Ook heel erg lekker. Ik gebruik hem ook voor de kinderen. De kinderen vinden hem ook lekker. Dus. En zonder bietsuiker. Of dat slecht is, I don't know. Er zit wel suiker in, dus ik zou hem niet te vaak eten. Maar af en toe is het echt wel lekker. Komkommer. Plain old komkommer. Komkommer. Dit heb ik ook altijd in huis om te snacken, om in salades te doen, om mijn tonijnsalade op te doen. Dan in plaats van op brood doe ik het dan op een komkommer. En in mijn voedingsschema staat ook een receptje daarmee, dat je dan als lunch kan eten, wat heel weinig calorieën is, maar wat wel echt super machtig is en super lekker vult. Top, top, top en super blij mee. Dit is één, maar ik heb er daar 4 liggen wat ik heb gekocht. Hot and hair all over the place. Ik heb niet echt een lijn qua wat ik doe. Ik pak gewoon dingen en vertel erover. Dat gek. Bananen. Ik haal altijd heel veel bananen in één keer. Als ze dan niet meer goed zijn, of als ze echt heel erg bruin worden, dan snij ik ze in stukjes, dan doe ik ze in zakjes en dan doe ik ze in de diepvries. En dan gebruik ik ze voor mijn smoothie, want ik neem sowieso nadat ik heb gesport altijd een proteïne shake met een banaan. En die blend ik dan samen met amandelmelk. Over amandelmelk gesproken. Amandelmelk.
super laag in calorieën. 13 calorieën per 100 milliliter. Hier maak ik echt ook al mijn shakes mee, mijn smoothies mee, maar alles mee. En het volgende wat ik heb is Brie. Laag in vet en calorieën. Dus als ik Brie neem, dan neem ik deze. En zoals ik net al zei, met rucola, pesto, I don't know. Echt lekker op een bolletje. Ik doe hem ook weer vaak met sla, tomaat, Brie. Denk hoor. Ja, dat was hem eigenlijk. Soms een beetje pesto, maar pesto is best wel machtig. Dus dat doe ik niet altijd. Dan moet ik echt veel calorieën over hebben. Als ik in afvalfase zit, hè. Onthoud afvalfase. Dus laten we doorgaan op de kaas. De Beemster 30 plus. Jong belegen. Dit is wel echt mijn favoriet. Hij is alleen wel een beetje prijzig. Ik zou zeggen, doe gewoon een 30 plus kaas die je sowieso lekker vindt als je op dieet bent. Maar ik vind dat deze niet aan elkaar plakt. Want ik heb heel veel 30 plus kaas geprobeerd. En de Albert Heijn merk, die plakt heel erg aan elkaar. Waardoor je gewoon geen lapje ervan af kan krijgen. Het is gewoon brokkelkaas op een gegeven moment. En het heeft echt nog een romige smaak voor een 30 plus. Om tosti's mee te maken, yummy. Met wat ketchup. Lekker. Dat je gewoon lekker een tosti met ketchup kan eten. Gewoon lekker. Ha. Aardbeien is ook, ja, ik heb het nu even in een bak gedaan. Want ik had ze al gewassen namelijk. En ik haal al de verpakking al weggegooid. Maar ja, aardbeidjes. Oh. Hier de blauwe bessen. Dit is echt mijn combo, alle combo's. Havermout met melk, amandelmelk dan. En dan besjes en aardbeien erin. Super lekker. Dat vind ik echt. Dit vind ik ook lekker om gewoon te snacken. Dit komt ook heel vaak terug in mijn voedingsschema. Ik moet niet te veel verklappen. Nee, inderdaad. Ga ik ook niet meer doen. Dit is gewoon lekker als snack om mee te nemen. Ja, eigenlijk van alles. Heerlijk. Zijn ik en Memphis de enige die gek zijn op tomaatjes? Voor de rest eigenlijk niemand. Dus ik haal nooit echt heel veel. Wij zijn dol op snacktomaatjes. En ook weer snacktomaatjes. Ze hebben heel weinig calorieën, dus dat is ook echt... Rode linzen. Ik ben dol op linzen. Ik haal echt van linzen. En voornamelijk linzensoep. Ik heb hem al een keer voorbij laten komen in wat ik op een dag eet video. Super lekker. Maar ik vind het ook gewoon lekker om ze te koken. Een beetje zout eroverheen en dan gewoon zo te... eten als een malle. Of gewoon linzen met een stukje vlees of een stukje vis. Dus vandaar, ik heb altijd heel veel van dit soort pakken in mijn kast zitten. I love it. En dan dit. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Cremosa. Cremoso. I don't know. Maar het is dus een basilicum dressing, maar juist wat dikker. Als ik bijvoorbeeld geen zin heb in vis of vlees of whatever op brood, dan neem ik brood met avocado een halve gepureerd, tomaatjes eroverheen en dan weer dit eroverheen. Dit is echt lekker met brood. Wat ook heel lekker is, ik ga al mijn recepten verklappen, dat is echt niet goed. Is om cherry tomaatjes in de oven te doen, 15 minuutjes eruit te halen en dan dit eroverheen met een beetje zout en peper. Geweldig. Dat zou je al gewoon met een stukje vis kunnen eten. Bam! Bam, dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. En sinaasappel. Als tussendoor, je zorgt wel dat ze lekker zoet zijn. Ik haal ze gewoon altijd per stuk. Niet een hele zak. Ook omdat ik heel vaak in mijn voedingsschema kijk. En dan staat er eigenlijk al bovenin hoe vaak je een sinaasappel moet hebben voor die week. En zoveel haal ik er niet meer. Want dat vind ik zonde, anders gaan ze oud worden. En je kan ze gewoon loskopen. Dat wist ik ook heel lang niet. Dat je fruit gewoon los kan kopen. Dat is al heel vaak gezegd. Avocado. Avocado. Godsgeschenk gewoon. Er zit alles in wat je moet hebben. Het is hartstikke gezond voor je. Alleen het is wel heel hoge calorieën. En het is echt freaking vet. Dus ik ben wel zuinig met avocado. Ik doe dat niet te vaak. 1 tot 2 keer in de week. En een halve. Maar als ik meer eet, dan eet ik wel weer veel avocado. Omdat het heel erg vult met calorieën. Dan mogen die calorieën weer omhoog. Dus dan eet ik het wel. Het is ook lekker om een maskertje mee te maken voor je gezicht. En nu komen we bij de noten. I love me some nuts. Alleen als ik aan het katten ben, eet ik dit echt niet veel. 1 keer in de week. En ik heb deze van de Albert Heijn, maar iedere winkel is goed eigenlijk. Lidl, whatever. Ik had gewoon deze snel gepakt omdat die van mij allemaal op waren. Ik had gewoon snel noten nodig, dus ik had deze gekocht. You know me guys. Passata. Soms zelfs op brood, op mijn pizza, op mijn brood. En in mijn pizza, of in soep, of ik bak er dingetjes in, of ik bak champignons en gooi ze over de champignons in. Of ik bak, weet je ook weer van Garden Gourmet, vegetarische balletjes en dan pleur ik weer deze saus eroverheen. Dus dit is mijn holy grail eigenlijk, dit is mijn essentieel iets wat ik in de keuken heb. En dat is passata. Is deze pizza. Deze van de Jumbo. Ja, van Dr. Oetker heb je nu ook groentepizza's. Heb ik nog niet geprobeerd. Moet ik nog doen. Ik weet ook niet wat de voedingswaarden daarvan zijn. Maar deze gebruik ik al een tijdje. Hij is wel machtig in calorieën. Vind ik. 400 calorieën
per pizza. En dan moet je hem nog beleggen met alles. Maar wat ik meestal doe, is dan gewoon die passata. Want passata heeft echt haast geen calorieën. Wat spinazie eroverheen, een paprika eroverheen, heel klein beetje kaas en katjeuk. En dan gewoon de oven in poppen. En klaar, je hebt avondeten. En je kan er eigenlijk op doen wat je wil. Maar ik doe voornamelijk groentestop. Sowieso één keer in de week meenemen voor avondeten. Slimpie. Ik drink het af en toe met bubbelwater. Alleen als jij geen aspartaam wil drinken, moet je dat zeker niet doen. Er zit geen calorieën of één calorie. Eén calorie. Dus ik zeg gewoon geen. Dit is de bruisende mineraalwater munt van de Albert Heijn. Met dit te mengen. Is echt super, super, super lekker. Cocktailjachtig. Lekker, ja. Oké, deze heb ik al wel opengemaakt. Omdat ik ze dus zo lekker vind. Van de Albert Heijn. Ik heb ze nog nergens kunnen vinden. En die vind ik ook heel lekker. Het heeft 24 calorieën per gepofte wafel. Dus het is een wafel. Het zijn deze dingen. Kijk, ik heb ze al opengemaakt namelijk. En ik vind deze lekker met aardbeidjes erop. En een beetje agave siroop. Echt super lekker. Als lunch heb ik soms wel eens gewoon twee van deze. Met aardbeien erop. Agave siroop. Verse munt erover. En dan eten en... Oké, dit is een vleestomaat. En waarom vind ik de vleestomaat lekkerder? Want die geeft niet zoveel sap af, zodat mijn boterham niet helemaal sappig wordt van de tomaat. Ik heb daar zo'n freaking hekel aan. Dus ik heb meestal altijd vleestomaat. En dan koop ik er ook één van, zodat ik daar de hele week mee kan doen. Want ik ben de enige die tomaat op brood eet hier in huis. Dus ja, dat vind ik gewoon niet lekker. Dan wordt mijn brood helemaal soppig. En och, als ik ergens een hekel aan heb, is het soppige brood. Hier heb ik ook altijd heel veel van in. Waarom? Ik snack dit tussendoor. Ik doe dit in mijn eten. Ik doe dit soms in mijn omelet. Ik doe dit eigenlijk overal in. Paprika is echt super lekker. Ja, paprika is dit. Spiracha, spiracci, chichachi, pedocci, pedocci. Dit ding heeft al zoveel namen gehad. I don't know. Maar in ieder geval deze. Heb ik ook vaak over mijn salades. Als ik soep maak, is tonijnstukken in blik. En dan wel in water. Dus niet in olie, niet in een beetje olie, niet in zonnebloemolie, niet in olijfolie. Maar gewoon plain old in water. En deze werd toevallig in aanbieding bij de Albert Heijn. Dus ik heb deze meegenomen. Vaak als ik niet weet wat ik moet eten of wat ik snel moet koken. En dan haal ik dit. Dit is rode kool. Met appel, brood af en toe, maar wel met iets, bijvoorbeeld als je tofu bakt, met dit op. En dan op een broodje beleggen. Of ik doe het in een salade. Of ik eet het gewoon zo. Vind ik ook lekker. Persikken. Die eet ik ook heel vaak. Die vind ik ook lekker door je havermout of gewoon los te eten als snack. Fruit sowieso lekkerder bij de Lidl. Ik weet, je hebt nu heel veel van Albert Heijn gezien. Maar ik was een beetje lui. Ik ging naar de Albert Heijn. Toen dacht ik, laat maar bij de Albert Heijn blijven. Anders moet ik weer naar een andere winkel, een andere winkel, een andere winkel. En ik had een workout om 2 uur erop zitten, dus... Ja, dus ja, daar had ik niet zoveel zin in. Dus vandaar dat ik heel veel van de Albert Heijn heb. Maar normaal gesproken doe ik het dan bij de Lidl. Dat ik Lidl gewoon lekkerder vind. En het fruit blijft ook langer goed bij de Lidl. En de cherry tomaten zijn ook veel lekkerder daar. Omdat ze daar lekker naar tomaat smaken en niet naar water. Dus ja, en gehakt heb ik die van Naturli. Vind ik het lekkerste gehakt om zoals chili con carne en dat soort dingen mee te maken. Burritos, noem maar op. Ja, best wel structuur heeft van echt gehakt. En het verkruimelt ook lekker als je het bakt. Ander nep gehakt zit heel vaak, is al gekruid. Er zit ook veel zout en zo in. En ja, die vind ik niet zo lekker. Dan wordt mijn gerecht toch heel anders. Veel te zouterig. En daar hou ik niet van. Als jij vegetarisch bent of vegan bent en je houdt van gehakte receptjes zoals chili con carne en dat soort dingen, zou ik aanraden om dit. En dan dacht je, geen vlees is ook goed. En ik heb echt een mega grote pak eieren. Want Nick eet echt bizar veel eieren. En ik vind het wel belangrijk dat het dan altijd biologisch is. En goed, het liefst wil ik mijn eigen kippen. Maar ja, daar word Nick niet zo blij van. Als ik hier kippen in huis heb. Nou, in de tuin dan. Maar ja, in Amsterdam wonend met kippen. Ik denk dat het zo'n handig idee is. Maar het liefst heb ik mijn eigen kippen. En dit was alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet er geen dikke vette duim te geven. En te abonneren door hier te klikken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik hoop dat je leuke inspiratie dingetjes hebt opgedaan. En zoals ik net ook al zei. Mijn voedingsschema is dinsdag on the line. And you can check it all out. If you want to. Yeah. Hallo. Ik zit weer heel raar te doen. I know. Oké, laten we deze video gaan afsluiten. Ik zie jullie dus dinsdag bij een weekvlog. En dan zou ik zeggen, heb een hele fijne dag. En hou van jullie. En muah.